De hulpdiensten werden zaterdagavond massaal opgeroepen voor een incident aan het spitaal in Sneek. Bij een zware explosie raakte een man gewond. Naast de brandweer, politie, ambulances kwam ook een traumahelikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij een aantal omwonenden zit de schrik er nog goed in. Roxane de Leeuw zou met haar vriend Bernd net gaan slapen. Toen ze werden opgeschrikt door een harde knal. Nou ja, ik kwam net terug van tandenpoetsen. En mijn vriendin die heeft een knal gehoord en een harde schreeuw. Echt, ja, ook een beetje vuurwerkachtige klap. En daarna hoorde ik heel hard iemand roepen. En ik dacht, dat klinkt niet goed. De politie die zet niet zomaar een achtertuin of in ieder geval een gebied af. Dus ik hoorde verhalen over een vuurwerkbom of een gasflesexplosie en dat er een man in de brand heeft gestaan en in het water is gesprongen. Een traumaheli is hier in de buurt geweest, dus ik denk dat hier nog wel wat achterweg komt. Was het schrikken? Ja, wel even van, zijn wij veilig? Is de buurt veilig? En dat is gelukkig wel zo. De brandweer was gelukkig vrij snel weg, maar ik vrees het ergste voor die man. En ik dacht eerst wel, ik was wel gelijk alert, dat ik dacht van, er is hier iets aan de hand wat niet helemaal klopt. Ik had wel een beetje een onderbuikgevoel van, het klopt niet helemaal, maar ik denk, nou, wacht maar even af. En ja, toen kwam de brandweer en toen werd wel bevestigd dat het niet goed was. Ken je deze man? Nee, ik weet niet wie dat is verder. Mijn vriend woont hierachter, dus ja, we hebben hier verder in de buurt niet... We weten niet wie waar allemaal woont. Dus dat ken de persoon zelf niet. Agenten hebben een groot gebied afgezet. De politie doet in en rondom de woning uitgebreid onderzoek. Over de toestand van het slachtoffer is op dit moment nog niks bekend.